Zon, zon en nog eens zon. Dat is de korte samenvatting van het weer van vorige week. En het zal u dan ook niet verbazen dat we wat zonne-energie betreft echt ruim boven het gemiddelde uitkomen. Maar liefst 912 gigawattuur in die hele week. En ook de wind deed nog een aardige duit in het zakje. Eerst een noorden tot noordoostenwind, later wat meer een oostelijke wind. Maar ook de hoeveelheid windenergie kwam ruim boven dat gemiddelde uit. En ook voor komende week staat er veel zonneschijn op de planning, ietsje minder in vergelijking met verleden week, maar nog steeds naar verwachting boven het gemiddelde. Maar de wind moet wel iets gaan inleveren. Aan het begin van de week staat er nog wel een aardig briesje, maar later in de week vlakt de wind af. En in die hele periode wordt er in Nederland en ook op de Noordzee geen windkracht 6 verwacht. Dus dat zorgt ervoor dat die windenergie wat lager gaat uitvallen. Nou, en als we dan naar de weerkaart kijken, dan zien we ook dat we met een oostelijke wind te maken hebben. Daarmee wordt hele droge lucht aangevoerd. Daarin komen geen hardnekkige wolkenvelden voor die de zon in de weg zitten. Maar ja, door die oostenwind dus ook niet al te veel windenergie. En vanaf woensdag gaat die wind geleidelijk weer een beetje draaien. Eerst naar het noordoosten, later naar het noorden. Dus dat is voor de windparken op de Noordzee iets gunstiger. Maar de luchtsoort blijft vrij droog en de wolkenvelden ook vooral boven zee. Dus daarom blijft de hoeveelheid zonne-energie ook de hele week aanwezig. In het binnenland wat stapelwolken, maar verder eigenlijk geen wolkje aan de lucht. Nou, dat levert dan het volgende plaatje op. Dinsdag en woensdag zon overgrote condities in vrijwel heel het land. In het binnenland in de middag dus wat stapelwolken, maar die belemmeren de zon niet of nauwelijks. Dinsdag vooral in de kustgebieden nog wel redelijk wat wind. Daar zal de opbrengst ongeveer gemiddeld zijn. Maar vanaf woensdag gaat de hoeveelheid wind al wat verder afnemen. En als we dat dan even doortrekken naar donderdag en vrijdag, valt op dat eigenlijk alleen de Noordzee nog redelijk wat wind opwekt, maar dat de windmolens boven land het toch wel met een stuk minder wind moeten doen. Ja, en de zonneschijn, dat blijft gewoon zon overgoten met vaak strak blauwe luchten. En dan ook de tip van deze week, want met dat zonnige weer en vooral dat briesje wat er aan het begin van de week nog staat, die droge lucht, daardoor droogt je was buiten heel erg snel. Dus hang het lekker buiten neer, hoeft de wasdroger niet aan en laat ook vooral al je elektrische apparaten overdag op als de zon lekker uitbundig aan het schijnen is. En dan wens ik u een hele mooie zonnige week.